Hey, Koen hier van CoinGids.nl. Leuk dat je naar deze nieuwe video kijkt. In deze video ga ik het met jou hebben over cryptocurrency. De winsten heb ik verzilverd vandaag voor het eerst sinds een periode van 4 maanden, 5 maanden. En ik ga dat uitleggen. Niet via Litebit ga ik bitcoins uitbetalen, maar dat doe ik via GDAX en Coinbase. Onder deze video staan alle linkjes wat je allemaal kunt gebruiken. Eventueel als je Coinbase zometeen gaat gebruiken en registreren, gebruik dan een onderstaande link. Daar krijg ik een kleine vergoeding voor van $8 volgens mij. Of €8. Dus mijn dank daarvoor. En daarvoor terug krijgen jullie op binnenkort, daarom ook binnenkort beschikbaar, de hele stappenplan van bitcoins uitbetalen in euro's naar je bankrekening. En dit keer niet via Litebit. Ik heb veel vragen over Litebit gekregen. En nu een goede vriend van mij heb ik gevraagd vandaag, want het ging wel erg hard met alles bij de Binance Exchange. Deze link staat daar ook onder, super fijn exchange. Nu is het bedrag een stuk minder. Ik heb echt wel een leuk deel uitbetaald. Ook mijn investering vanaf het begin, 4, 5 maanden geleden. Toen ik ook begon met dit avontuur met CoinGids.nl. We groeien echt dagelijks met alles. Ook de mensen vragen. Mensen zijn blij. Iedereen is blij. Als ze ergens niet uitkomen, dan doe ik net zo lang tot iedereen, tot diegene wel geholpen is. En ook met winsten verzilveren. Ja, verzilver gewoon je winsten. Ik kan nu mooi praten, maar vandaag heb ik echt zo'n kriebelig gevoel. Ik denk, ja, straks. Hey, je weet het nooit in de cryptocurrencies. Je kunt wel zeggen, ja, blijf stijgen. Dit, ja, geloof ik ook nog steeds. Maar ik heb vandaag, ook al stijgt het straks naar €30.000 per bitcoin. Helemaal goed natuurlijk. Maar ik ben heel blij dat ik in ieder geval een x-bedrag heb uit laten betalen. En dat heb ik gedaan dus via een goede vriend. Die heb ik gevraagd van, hey, kan ik jou x-bitcoin versturen en kun je daarmee uitbetalen in euro's? Nou, dat heeft hij gedaan via de bank. Nou, hartstikke mooi. Bedankt daarvoor als je ook deze video kijkt. Denk het wel. Want hem ga ik ook volgende week weer heen. Hij wil zelf niet in beeld. Hij doet in grotere aantallen. En ik leer veel van hem. En ik ga nu ook een helemaal stappenplan maken voor jou. Straks waar je via GDAX, een van de grootste exchanges waar je gratis kunt handelen in ETH, Bitcoin en Litecoin. En dan ga ik helemaal uitleggen, stap voor stap. Want ik heb bijvoorbeeld vanaf hier kun je dus Bitcoin vanuit je wallet versturen. Bijvoorbeeld naar de GDAX. En dan kun je dat daar uit laten betalen in euro's via je bankrekening. Kan ook bij Litebit. Maar dan betaal je toch nog wel een hoge fee. Zeggen ze. Althans de mensen die mij appen en alles. En ja, het is wat lastiger volgens mij. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Maar ik werd gewezen hier op GDAX en Coinbase. Dus registreer je even de onderstaande link als je Coinbase account gaat aanmaken. Voor $8 gratis. En ook voor jou natuurlijk is die $8. Als je nog in mijne niet zo lang volgt, dan kun je ook al mijn video's bekijken. Ik leg van alles uit. Als je vragen hebt, laat gewoon een reactie achter op de video en ik reageer altijd terug. Je kunt ook nog via mijn telefoon WhatsAppen. Ik doe vaak audio spreek ik, want ik kan het bijna niet meer aan. Zo druk is het. Je kunt je nog even inschrijven in een nieuwsbrief. Maar ik ben gewoon heel blij, als ik heel eerlijk ben, naar jullie toe als fans en volgers en misschien als nieuwe kijker, dat ik gewoon de stap heb gezet toch het te verzilveren deel. En dat ik ga ik jullie binnenkort ook stap voor stap uitleggen hoe je dat dus kunt gaan doen. En als je daarna nog vragen hebt, dan ben ik er ook nog altijd. Heb je nu nog andere dingen, ga dan even naar coingids.nl. Abonneer nog even op mijn YouTube kanaal. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag en tot de volgende video. Hoi hoi!